De Noordoost-Friese gemeenten zijn slecht vertegenwoordigd wat voedselbanken betreft. Maar volgens Henk Tjeertsma van de voedselbank Drachten kan er snel verandering in komen. Vooral in Achtkarspelen lijkt de nood hoog. Ik heb de laatste paar weken ook herhaaldelijk mensen uit de gemeente Achtkarspelen die mij gebeld hebben. Ik heb steeds moeten zeggen, doe je best om ook in Achtkarspelen een voedselbank te krijgen. Gaan de gemeentes, zoals bijvoorbeeld Achtkarspelen, gaan die een voedselbank bijvoorbeeld beginnen? Is daar concrete aanwijzingen voor? Ja, het is zo dat bij Achtkarspelen, die komen dus volgende week vrijdag, oftewel aanstaande vrijdag, komen die hier met een delegatie van een toekomstige bestuur eigenlijk die hier komt om te kijken wat er nou in de concreet nodig is om tot die oprichting in die provincie, in die gemeente te komen. En ik heb begrepen dat ook in Bergen en omstreken en Dokkum er belangstelling is om op korte termijn, en ik hoop echt bij het volgend jaar, dat daar ook voedselbanken zijn. Eigenlijk is binnen Friesland de noordoostgedeelte is slecht vertegenwoordigd. En het is heel erg belangrijk, denk ik, dat die ook mee gaan werken. Want ja, eigenlijk is het zo dat de hele organisatie er is. Er moet een aantal vrijwilligers komen in die locatie. En een uitdeelpunt. Hoe groot is die kans dat er voedselbanken komen in die gemeente die u zojuist noemde? Nou, die is heel erg groot. Maar het moet toch nog eventjes gebeuren. Want nogmaals, die paar vrijwilligers, dat moet het niet zijn. En verder is het eigenlijk niet. Want de organisatie is al rond.